Het parlement heeft gisteren twee naturalisatiewetten goedgekeurd. Het gaat bij deze om wetten die te maken hebben met de verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 238 personen. De eerste wet is aangenomen met algemene 29 stemmen en de tweede met algemene 26 stemmen. Alle aanvragers voldoen aan de gestelde eisen en zijn ingeburgerd in de Surinaamse samenleving. Ook vormen deze personen geen gevaar voor de nationale veiligheid en de openbare orde. De minister ad interim van Justitie en Politie, Edgar Dikan, geeft aan waarom deze personen genaturaliseerd zijn. We benadrukken het nogmaals, we hebben de wet niet overtreden. Er is een uitzondering gemaakt in de zin van indiening. Er is een uitzondering gemaakt om naar de plaats te gaan op grond van een aantal zaken. Er is ook gekeken op een andere manier. Hoe interpreteer je 5 jaar woon- of verblijfpas? En daarvoor is er gekozen dat de kapitein van het dorp, het traditioneel gezag, die het gezag heeft over dat stuk grondgebied, traditioneel, dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat die een verklaring gebaseerd op waarheid kan overleggen. En dat is ook in samenspraak gedaan met de districtscommissaris en al die andere actoren die daar zijn. En de dorpelingen. Is hier aangegeven, ook door het lid Vreedzaam, dat het binnenland, de gemeenschappen die we in het binnenland hebben, de inheemse en tribale, in collectiviteit leven. Niet alle aanwezige DNA-leden hebben meegewerkt aan de goedkeuring van de tweede naturalisatiewet. VHP-parlementariër Krishna Mathura zegt dat bij de tweede wet niet alle procedures in acht zijn genomen. Ik wil wel inderdaad voorstemmen voor de wet. Welke betrekking heeft Solomon en anderen. Maar ik kan helaas voor de wet Henry, Stavian en anderen niet voorstemmen. Ik ga me onthouden en ik ga dit ook motiveren. Het gaat mij niet om inheemse, wat de minister hier aangeeft. Absoluut niet. Het gaat niet bij mij om mensen die in dorpsgemeenschap wonen. Het gaat bij mij niet om moeilijk te doen of wat dan ook. Maar bij mij gaat het erom dat we wet en recht hebben hier, procedures hebben, regels hebben. En zeker als parlementariërs dienen wij ons te houden aan die regels. En elk een moet zich onderwerpen aan die regels. Het geldt wie dan ook. En voor deze specifieke zaak vind ik dat men afgeweken is van de procedures. Wil men de mensen helpen, dan had men vanuit de illegaliteit de mensen in de legaliteit moeten brengen en verblijfsvergunning geven en dan de procedure inzetten voor naturalisatie. Dus omdat dat niet is gebeurd, de minister heeft dat toegegeven, dat afgeweken is van de procedures. En het maakt mij niet uit, het zijn inheemse, maar het zijn mensen die niet hier geboren zijn, die wel langere tijd hier wonen. Ik zou graag voor ze willen oplossen, maar dan met een verblijfsvergunning. Dus ik ga voor die tweede wet onthouden. VHP-parlementariër Krishna Mathura gisteren in DNA. Het parlement heeft twee naturalisatiewetten goedgekeurd.